Yes, daar zijn we. Blog nummer 4. Vandaag ga ik het erover hebben hoe dat ik profvechter geworden ben. En vooral over hoe dat ik de switch in mijn hoofd heb gemaakt van een hele negatieve gedachtegang, een beetje ongeleid projectiel, naar wat ik al in de vorige vlog zei, naar positiviteitsguru. Toen mijn vorige trainer, in Eindhoven, waar ik toen trainde, zei dat ik profvechter kon worden, toen had ik in één keer een doel. En in het begin, dus toen ik pas mijn rug gebroken had, een zoektocht had in muziek, in AK Fitness, kijken wat past er bij mij en hoe en wat voor dingen kan ik mijn ziel en zaligheid kwijt. Nou, en toen hij zei dat ik profvechter kon worden, kijk, simpel, dat klinkt gewoon stoer. Dan had ik ook zoiets, oké, dan ga ik daar ook voor de volle 100% voor. Het grappige is, ik ben eigenlijk altijd wel een goalgetter geweest, een prestatiedrang gehad. Behalve met school. Dat is misschien leuk om een andere keer een vlogje over te houden. Op school had ik altijd ik noem het een 5,5 is ook een voldoende mentaliteit. Met sport heb ik dat niet. Met sport is een 5,5 geen voldoende. Sterker nog, een 9 is geen voldoende. Dus met die mindset ben ik ook erin gedoken. Oké, ik wil profvechter worden. Wat is daarvoor nodig? Nou, ik was toen 27, dus heel laat. Bijvoorbeeld mijn laatste tegenstander was bij mijn weten 20 jaar. Bijvoorbeeld een teammaatje waar ik mee train, Robbie Hageman, is nou 27. Is Europees kampioen, is Nederlands kampioen, is Enfusion kampioen. Snelste KO op Enfusion, is wereldkampioen. Die jongen is 27 nou. Toen ik 27 was, kwam ik terug van een gebroken rug. Om even aan te geven, ik had een inhaalslag te maken. Dus ik heb mijn hele leven afgekaderd en ingericht op het specifieke doel wat ik had. En mijn specifieke doel was profvechter worden. Nou, hoe ik dat aan heb gepakt is eerst, oké, de trainer heeft mij gezegd, ik heb die capaciteit. Nou, je moet sowieso, als je een trainer hebt, moet je daar 100% op vertrouwen, 100% in geloven. Nou, ook toen in die fase, toen was dat ook zo. In die fase, in de beginfase, in principe heel simpel gezegd, alles wat hij zei was waarheid. Als hij bij wijze van tegen mij had gezegd dat stront lekker smaakt, dan smaakt stront lekker. Zo, kort door de bocht, die mentaliteit ben ik erin gegaan. Dus wat ben ik gaan doen? Mijn toenmalige trainer, die ging ervoor zorgen, dat was zijn rol, dat is ook de rol die ik hem in mijn hoofd gegeven heb. Alles op traingebied, wat hij mij vertelt, zie ik als waarheid. Tuurlijk blijf ik wel nadenken over hoe wat is en zo, maar alles wat hij zegt, zie ik als waarheid. Toen was ik nog niet getrouwd met Anita. Toen moest ik zelf mijn eten regelen, zelf mijn werk, mijn administratie, bla 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 bla. Heb ik allemaal taken gegeven. Nou, ik ben geen fan van uitpluizen met wow, wat moet ik eten, wat mag ik eten, bla 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 bla. Heb ik een voedingsdeskundige ingeschakeld. Dat was toen Carolien. Die heb ik toen ingeschakeld. Die heeft een heel voedingsschema toen voor mij in elkaar gegooid. Dus mijn trainer ging over al het inhoudelijke met vechten. Carolien ging over al het inhoudelijke met betrekking tot voeding. En wat toen in die fase heel moeilijk was, was ik pas ook voor mezelf begonnen. Dus eigen gym, personal training, nou, dat soort dingen. Daar horen lesvoorbereidingen bij. Daar hoort de administratie bij. En dat was eigenlijk het allermoeilijkste. Dus ik trainde toen, in de beginfase, hè, dan 6 keer in de week. En dan had ik die andere momenten had ik eigenlijk voor administratie, lesvoorbereiding, nou, dat soort dingen. En dat was eigenlijk veel zwaarder als nu. En toen ik richting profklasse ging, toen ik ook Anita leerde kennen en wij uiteindelijk dan samenkwamen. Toen heeft Anita mij op een gegeven moment gevraagd,
kan ik jou ergens mee helpen? Nou, dat heb ik met twee handen aangegrepen. En ik heb eigenlijk aan Anita gevraagd om het moeilijkste deel van mijn leven, om dat uit handen te nemen. Anita heeft, heeft daar weer sport in gevonden om de planning, de administratie, nou, dat soort dingen helemaal op zich te nemen. En dat gaf mij de ruimte om echt twee keer per dag gewoon te gaan trainen. Omdat ik alleen nog maar me hoefde te focussen qua bedrijfsvoering op mijn lesvoorbereidingen, dus en ja, de lessen zelf dan. En mijn eigen trainen. En verder hoefde ik aan niks te denken. Want toen in de beginfase had ik Caroline nog voor de voeding. Dus het enige wat het voor mij was. Oké, mijn trainer die traint mij. Die geeft mij huiswerk mee. Dus wat ik in mijn eigen gym of in mijn eigen tijd doe. Ik trainde daar toen drie keer in de week in de ochtend. Caroline deed de voeding. Anita zorgde dat ik buiten mijn lesvoorbereidingen verder niks anders hoefde te doen. Nou, uiteindelijk hebben we wat switches gemaakt in de voeding. Ook omdat uit wetenschappelijke dingen blablabla bewezen is. Nou eet ik part-time veganistisch. Dus ik eet door de week en niks van dieren, niks van vlees. Terwijl ik echt een vleeseter ben, dan vind ik lekker. Dat is wel eens leuk om daar een andere keer over te hebben. Dus Caroline is eigenlijk nou ja, alleen nog een goede vriendin. Maar verder qua voeding doet zij niks. Dat heeft Anita helemaal op zich genomen. Dat stuk heeft Anita ook helemaal uitgepluist. Van wat moet ik eten? Hoe meer proteïne, koolhydraten, suikers. Nou, de hele reutemeteut. Als Anita van me af wil, moet ze gewoon eens in mijn eten douwen. En ik ben er geweest. Want ik vertrouw daar voor de volle 100% op. Nou, mijn huidige trainer Ali, die zorgt ervoor dat ik weet wat ik moet trainen. Dus hij geeft me mijn huiswerk. Hij zorgt dat ik dat de trainingen. Ik train twee keer in de week in de ochtend bij Ali. Hij zorgt dat ik weet wat ik op maandag en vrijdag met semi-passa moet doen. Gaat zijn training niet door, zoals gisteren bijvoorbeeld, dan train ik met Robbie Hageman. En wij weten gewoon wat we moeten doen inhoudelijk. Nou, dus eigenlijk is mijn leven nou heel afgekaderd. En wat dat betreft ben ik heel zwart-wit. Ik ga ook niet buiten mijn kaders. Stel, en dat gebeurt natuurlijk wel eens als thuis. Ik mopper ook wel eens van, boah, man, ik ben kapot, ik ben moe. Dan zegt Anita wel eens tegen mij van, ik ga dan minder trainen. Maar dat is heel simpel. Dat is niet de rol die Anita in mijn hoofd heeft. Anita is degene waar ik van hou. Waar ik mijn leuke privémomenten mee deel. En Anita die zorgt dat de administratie, de planning helemaal uit mijn handen is. Ali heeft net voor de zomervakantie gezegd. Luister Mitch, jij mag nog maar maximaal 4 keer per week trainen. Oké, prima. Dat zie ik als waarheid. Als hij dat zegt dat beter is, dan ga ik nog maar 3 à 4 keer maximaal per week trainen. Wat voor mij verrekte moeilijk is. Omdat ik dan, ik heb eigenlijk in mijn hoofd, ik moet een inhaalslag maken. Hè? Wat ik al zeg, Robbie Hageman is 27, is Nederlands kampioen, Europees kampioen, die kampioen, dat, bla bla bla. Die jongen heeft al zoveel gezien en bereikt. Dat moet ik allemaal nog... Ja, moet ik allemaal nog proberen te bereiken. Of in ieder geval zo dicht mogelijk daarbij te komen. Dus als Ali tegen mij zegt, dat moet je doen. Dan moet ik dat ook gewoon als waarheid zien. En dan moet ik daar ook als waarheid mee omgaan. Zegt Anita tegen mij, of Ali zei, tegen mij, zo moet ik het zeggen. Van jij moet dit en dit en dit gaan eten. Ja, dat is niet Ali's taak. Dat is niet zijn rol. Dat is... dat is Anita zijn stuk. Daar heeft Anita zich volledig in verdiept. Zij zegt wat ik moet eten. Zij zegt hoeveel ik moet eten. Ik krijg echt wel af en toe mijn ballen als ik meer wil eten. Dan zegt ze, nee, je krijgt niet meer. Dit is het. Jij wil afvallen. Jij wil dit. Jij wil zus. Jij wil zo. Wat trouwens wel is, afgelopen partijen heb ik tegen Anita gezegd, zeg luister, ik heb nou hoofdpartijen op een verschrikkelijk mooie gala, ik kom op Spike TV Nederland, ik ben al 32, is dit niet een mooi einde?
En dan siert Anita wel door te zeggen van, hallo, dat gaat nou veel te goed, alles loopt veel te lekker. Je gaat nou echt niet stoppen, vriend. Je gaat nou gewoon door en je blijft in die mindset. Dus ik moet ook wel zeggen, soms wil ik ook wel eens in mijn hoofd afwijken. En dan heb ik gelukkig een sterke vrouw achter mij staan die gewoon mij steunt en even af en toe doorduwt. Maar over het algemeen heb ik een afgekaderd leven. Dus Ali heeft de rol als trainer en inhoudelijk is zijn taak. Anita heeft de rol als vrouw waar ik mijn privé momentjes en mijn geluk in vind. Maar ook, zij is nou mijn voedingscoach. En zij is nou degene die zorgt dat ik geen spanning heb met planning en dergelijke. Want dat kost mij gewoon heel veel energie. Daarom kan ik naast, want ik geef nou tussen de 55 en 60 uur les in de week, dus vaste uren die ik zelf verzorg, daarom heb ik geen stress. Ik train als een meloot, ik geef heel veel uren les in de week, maar ik ben geen gestreste jongen. Ik heb absoluut geen werkstress. En dat komt omdat ik, alles in mijn leven heeft nou een duidelijke plek. Eigenlijk leef ik nou een beetje als een autist. En ik zeg altijd, schuilt een autist in ons allemaal. Duidelijkheid en structuur en zo, dat geeft gewoon rust. Nou, in mijn geval, als je het in uren uit gaat drukken. Ik train tussen de 12 en de 13 uur in de week. Ik geef tussen de 55 en de 60 uren les in de week. Als je dat bij elkaar op gaat tellen, dat zijn best veel uren. Maar ik heb geen stress. En dat is eigenlijk puur alleen door het feit dat ik gewoon in kaders leef. En als je daar heel strak in leeft, want dat moet, vind ik, als topsporter, dan kun je heel gestructureerd aan je bedrijf werken. En ik vind dat mijn topsportcarrière ook bedrijfsvoering is. En daarom denk ik dat het allemaal zo lekker loopt. Nou, mijn volgende vlog, dus vlog nummer 5, die wil ik eigenlijk een beetje, daar ga ik eigenlijk hier wat dieper op in. Dus dat is misschien wel leuk om weer vet, sowieso leuk denk ik om dit te blijven volgen, van hoe dat ik dingen benader en zie. En Marleen Rutte heeft veel kanaar. Zij heeft onder andere gezegd, ja, maar je hebt toch ook opleidingen gedaan. Hè? Ik heb tijdens die hele periode heb ik NLP gedaan, dus neurolinguistisch programmeren. Ik heb ontspanningstherapie gedaan. Ik heb cognitieve gedragstherapie gedaan. Dus ik heb ook nog in deze hectische periode ook nog de ruimte genomen om extra opleidingen te volgen. Nou, dat is wel leuk dus. Marleen, ik denk dat jij blij gaat worden. Dat is denk ik wel leuk om in mijn volgende vlog een beetje aan te halen. Want ik heb dat niet alleen gedaan zodat ik andere mensen, want dat was in eerste instantie wel mijn insteek. Ik wil andere mensen breder gaan begeleiden. Sport en gedrag is en blijft mijn ding. Maar ik heb daar zelf ook heel veel aan gehad. En dat is misschien wel leuk om in vlog 5 te behandelen. Mensen, ik wens jullie weer een fijne dag. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt, zodat je op de hoogte blijft. Yes, peoples. Oes.